One more time. Good evening, ladies and gentlemen. That is the way we are about to do this evening. Our choir started this evening with an introit out of the harmonious Blacksmith, and the composer there was Handel. And right now I would request you people just to stand, because they are about to open this evening further with a prayer. They are going to sing the Our Father, and we would like you to stand as an indication of respect. Thank you. Thank you.
Gesang, een verwerking van Gesang 403. Die verwerking was ook gedoen door professor Chris Lambrecht. Op dit stadium wil ik van de geleerdheid gebruik maken om u allemaal baie hartelijk welkom te heer bij ons koerse gala aand. Ik denk wat u al tot nood toe gehoor het, moet vir u een aanleiding wees van die gehalte van die aand in ons vertrouwen, dat u inderdaad die aanbid ons in besonder sal gebied. Ik was gevraagd om een of twee mensen speciaal welkom te heer, ek noemde dan een dame die naam Naomi van Radio Tegenberg. Naomi, daar was gevraagd dat ons in jou een besondere woord van voorwelkom sal rug. Ons vertrouw dat jy die aanbid ons sal geniet. En ook iemand van Radio Sonder Grens, de brief van die VGK, sy rechterse koor, bestees dat in die radios. En Terrence April aan jou een besondere woord van welkom. En ook aan kaptein Andrew en Gade. Ek weet nie heeltemal hoe die kaptein werk, ek vertrouw dat de belangrijke persoon is kaptein aan die en die vader, bij mij hartelijk welkom. And then finally, I would like to extend a word of welcome to twee personen die van Deutschland komen. Dat is professor Dr. Schneider en vrouw Helga Schneider van Deutschland. Wo is dieses Leute? Stehen Sie auf, bitte. Professor en vrouw Helga Schneider. Ja, guten Abend. Und sehr einfache Deutsch, sehr herzliche Welkom auch. Danke. Dames en heren, ons hadden ons vierde item voor die naam. En ons koor gaat over ons een item getiteld I Waited for the Lord. Die componist daar is Friedrich Mendelssohn. Die koor wordt bijgestaan door de sopraan, Griselda Abrams en die alto en vier Abrams. Dames en heren, kom eens geven we een lekker warm.
and gentlemen, whilst I waited for the Lord, we are now moving on to our fifth item for this evening, and it's a song called All Things Bright and Beautiful. The accompanist there is John Butter. Let's put our hands together for All Things Bright and Beautiful. Thank you. Bright and beautiful, and indeed very, very beautifully sung. Ons volgende item is genoemd of getiteld Sanctus. En ik verneem bij die dirigent en de koorleer dat Sanctus eigenlijk heilig betekent. Een gedeelte in de katholieke mis en de soliste daar is Kurt Hooft. Ik weet niet of de uitspraak is of ons moet zeggen Kurt Hooft niet. In elk geval, die soliste Kurt Hooft kwam ons verwelkom hem ook op die verhoog met een lekkere applaus op de Sanctus. Thank you.
Dis absoluut wonderlik wat mense met musiek kan doen. Hulle wat mense die woorde die heeltemal verstaan, jy word jy absoluut getref deur die gewydheid van die lied. Dames en heren, ek het geleer by die mense wat slimmer is as ek, dat op hierdie stadium dit goed is om jou dirigent en jou begeleidster aan die voorste. Dames en heren, ons dirigent, en kom ons geef hom 'n lekker hande klap, meneer Pieter Lou. En dan het ons 'n geïmporteerde dame, maar 'n persoon wat constant sorg dat ons op 'n besondere wyse begeleid word. Dames en heren, kom ons sit ons hande by mekaar vir Madame Jeannie Paulsen. Ons maak ons gereed vir 'n solo, gesing deur dieselfde solis, meneer Kurt Hoef, en hy gaan vir ons 'n lied sing getiteld Jerusalem. Dames en heren, kom ons verwelkom die Hoef nogmaals in die geloof. Geleid ons lied is in Jerusalem. Thank you. Jerusalem, Jerusalem,
They are going to conclude this part of our program with a lovely song, and the composer thereof is Robert Ray, a song called He Never Failed Me. Ladies and gentlemen, put your hands together for He Never, He Never Failed Me. Thank you. Our favorite has just stepped on stage. Put your hands together for the soloist. The one and only Shani Walker. Thank you. Thank you so much. Every day, every hour, he gives me power.
zelfs in die meer gemakkelijke of niet gewijde gedeelte. Ons eerste twee liedjes gaan over voels en hulle dinge. Je ziet daar, item nummer 9 is die Kaapse Kanarie, verwerkt door Abi van Wyk en net daarna van die koor van sing die 10e item, die loskopvoeltje. Precies wat het sê, die loskopvoeltje. Dames en heren, sit die handen bij elkaar voor die Kanarie en die loskopvoeltje. Die dameskoor gaan vir ons doen Rolbos, gecomponeerd door Janita Klaassen, verwerkt door madame Jeannie Pols. Dames en heren, die dameskoor met Rolbos, dank u. Thank you.
Thank you.
somewhere a theme from West Side Story. Ladies and gentlemen, our next item, of misschien met het Afrikaans, ons volgende item, wordt weergegeven in ons dameskoor. Die naam daarvan is Sommer het nie rede nie. Die verwerking is gedoen door mevrouw Theresa Loek. Sy is blijkbaar die echtgenote van meneer Henny Loek, koorleer van die Tygerbergse koor. Ek het verneem dat mevrouw Loek self, is sy hier? Ja. Mevrouw Loek gaan vir ons oor hierdie stuk terug. Ja, dames en heren, kom sit ons aan by mekaar vir mevrouw Loek. Koor, ja, sy gaan begelei. Sy gaan begelei. Mevrouw Loek het ingewil vir ons die begeleiding te doen van hierdie specifieke stukkie genoem Sommer het nie rede nie. So we will now hear Kurt doing, where is that now, where is that now, Music of the Night. Put your hands together for Music of the Night, ladies and gentlemen. Thank you. Darkness stirs and wakes imagination.
Thank you.
gang van het jaar een man kan beslissen als hij zulke toon zit. Dames en heren, kom ons geven een staande, een finale dalende applaus. Die vier gitaarse rechter, zo uitmuntende koor, met kan een man dan niet. Ik groot gemeenschap, met zulke talent kan je beslissen.